ongetwijfeld ook nog dikwijls zal door zijn hoofd zien gaan. Peter Pieters komt daar en wint dus. Jan Goossens, wij hebben hier net nog eens die beelden gezien. Ik heb gezegd, ik geloof dat Jan die ook nog dikwijls door zijn hoofd zal zien gaan. Je hebt gedaan wat je moest doen, je bent gaan aanvallen. Maar die laatste rechte lijn was zeer lang. Ja, dat was zeer lang en er hing dan een spandoek. 100 meter voor de meter, ik dacht eerst dat ik daar, dat daar een RV was. Als ik een beetje ingehaald, ik kwam niet meer op gang. En ja, de laatste 10 meter waren te veel lang. Ja, jij hebt geregeld ook nog eens omgekeken in die laatste rechte lijn. Je voelde ook wellicht je krachten die stilaan weggingen. Want het was bijzonder zwaar. Een lange dag, ook 8,5 uur op de fiets in zo'n weersomstandigheden. En je bent dan nog een aantal keren gaan aanvallen trouwens in de finale. Ja, ik had een geweldige goede dag vandaag. Maar ik vind het, ik ben zo ontgoocheld dat we zijn met 15 man voor en de beste man van ons ploeg was erbij en ons ploeg moet op de rood rijden achter mij. Dus ongelooflijk, Van den Broek aan mij niet zien en ja, ik weet niet waarom dat hij me nog meeneemt. Ik weet niet. Is het omdat je weggaat? Ja, waarschijnlijk wel. Hij kan dat niet verkroppen. Hij durft mij gewoon niet thuis laten. Omdat ik op het moment goed rij en ik doe de ploeg achter mij koersen. Daar ga je wel aan het volgen. Dat is misschien wel mijn verlies geweest. Ik heb veel krachten gespeeld. Ik was geweldig kwaad en is me al dat ik te veel gedemareerd heb en dat is mijn verlies geweest. Ja, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog de grootste ontgoocheling dan moet zijn als alles gebeurd is zoals jij het hier komt te vertellen nu. Ja, het is wel een heel tijdje en ik heb altijd maar zwegen. En, ja, maar ik vind het echt spijtig. Hij doet het heel aan het ploeg. Hij heeft naar huis gekoerst, we zaten al koers nog met 4 man weer. Hij denkt dat met, denk ik, met Panasonic, een ploeg heeft lekker als Panasonic, maar is niet zo. Nochtans, de ploeg draait anders de laatste tijd. 5 ritoverwinningen, onder meer in de ronde van de Europese gemeenschap. Ja, de ploeg draait heel goed. Maar we zijn toch niet zo'n grote ploeg. Hij mag toch altijd tevreden zijn als er iemand bij is bij de eerste. Maar ja, nee, er moeten er altijd 3 bij zijn en dat kan toch niet mee. Met allemaal jonge kruis. Dat gaat niet. Oké, bedankt Jan Goossens dus. Die tweede is geworden. Tot op 10 meter van de streep had hij de overwinning binnen bereikt. Maar uiteindelijk heeft hij die moeten laten aan Peter Pieters. Dames en heren, het is laat geworden. 6 uur. Ik denk dat we hier een punt kunnen zetten achter deze najaarsklassieke. Dus Parijs Tour. Volgende zaterdag de laatste grote afspraak van het seizoen met de Ronde van Lombardije.